Alright, kick back, relax, and let's hit it again. While you go tell your mother, father, cousin, the kid, and your other friends that don't even have a clue what this Tutu crew is about to do. You know it ain't fool's gold, this is kryptonite. Super MCs freeze when I hit the mic, right? EFF is the AKA. I keep it popping like bubble WRAP. And if you don't know by now, then listen up, stupid. CSWS came to do it. Got more flavor than you and your crew, kid. So get your hands together if you're ready to lose it. And bounce to the bounce of the breakneck beat. And like junior seniors, it's to move your feet. You bring the buckets, I bring the refreshments, and stay fresh to death like I'm choking on a breath mint. I feel I can fly. I'm on 6, 7, 8 cloud. Hallo allemaal en leuk dat je weer kijkt naar een gloednieuwe vlog hier op It's Ultrax, de enige echte. Nou, het is inmiddels al dinsdag al en ik had gisteren geen tijd meer gehad en geen zin meer gehad om te filmen. Dus ik denk ik ga even nog een vlogje maken over gisteren en over vandaag. Nou, ik ben gisteren dus weer begonnen met werken. De eerste dag gisteren zat er alweer op. Vandaag heb ik ook alweer gewerkt, dus inmiddels zijn we alweer 2 dagen. Ben ik alweer fulltime aan het werk. En ja, het is nou momenteel weer gewoon een beetje zoals het was. De vakantie zit er nou echt op. Ik ben echt weer aan het werk gegaan en het normale leventje is weer begonnen. Nou ja, ik heb zondag dus 2 vlogs opgenomen met Ramon, die hebben jullie al gezien. Momenteel als jullie dit gekeken hebben. Ik moet ze nou nog editen, ik heb nog geen tijd voor gehad. En ja, het is al 11:30, dus ik ga zo naar mijn bed, ik maak het niet al te laat. En mijn stem, ja, jullie horen het een beetje, ik ben een beetje verkouden. Ik ging al een beetje ziek en verkouden ging ik op vakantie. Nou, tijdens mijn vakantie was ik alweer aardig opgeknapt. Maar ik ben nu 2 dagen aan het werk en ik begin gewoon weer klachten te krijgen van ja, hoesten, mijn keel. Mijn stem is niet helemaal 100%. En ja, ik ben ook weer verkouden gewoon. Heel mijn neus is helemaal verstopt. En ik hoop dat het wat beter wordt. Ik begin echt weer een beetje ziekjes te worden. Dus ja, dat is wel, wel balen. Nou, zondag het incident in Bobbialand. Was zaterdag op zondagnacht een of andere, ja, mag ik het gewoon zeggen jongens, mag ik het gewoon zeggen. Een of andere gestoorde met een bivakmuts en een rugtas. Die Bobbialand was ingeslopen. Bobbialand heeft op camerabeelden dus gezien dat hij binnen was en zondag is het park de hele dag gesloten geweest. Ze hebben niks kunnen vinden, maar ook de rest van de dag is het park gesloten geweest. Ja, een vervelend incident. Maar aan de andere kant heel goed gehandeld door Bobbialand. Ze kunnen gewoon geen risico's nemen. Stel dat er nou echt wat had geweest en ze hadden het park gewoon open gehouden en er had echt wat gebeurd, dan ja, was het leed gewoon niet te overzien geweest. Dus ja, het is balen voor de mensen die allemaal richting Bobbialand zijn geweest of gegaan zijn zondag. Maar ja, terecht dat Bobbialand gewoon gezegd heb, jongens, alle mensen stonden al aan de poort te wachten. Van, helaas, het park gaat vandaag niet open. We houden het park gesloten. En we gaan eerst kijken wat er allemaal aan de hand is en of dat we wat kunnen vinden. En het park helemaal doorzoeken. Dus ja, ik vind het goed gehandeld. Ik hoorde ook dat tussen aanhalingstekens slachtoffers die geweest zijn compensatie krijgen, benzinekosten krijgen ze. Ze kregen nog een, volgens mij nog een gratis ticket hebben ze gehad. Dus ja, mensen die
zondag waren, die zijn wel, worden wel gecompenseerd met een vrij ticket. En voor mij, ik weet ook nog de benzinekosten, heb ik gehoord dat de benzinekosten vergoed waren of vergoed werden. Dus Bobby Holland kan gewoon niet anders. Met zo'n soort incidenten moet Bobby Holland wel zeggen van joh, we stoppen ermee, we gooien het park niet open en we gaan gewoon zoeken en we houden het park gewoon lekker gesloten voor de rest van de dag. Ja, veiligheid voor alles, je weet het maar nooit, het kan altijd, kan er wel iets gebeuren. En veiligheid voor alles, dat is het belangrijkste. Nou, we stemmen steeds meer weg, dus ik hoop nog dat ik het eventjes vol kan houden. Jullie horen het echt, mijn stem die valt echt elke keer weg. Het is echt verschrikkelijk. Ik ben echt verschrikkelijk verkouden. Ik heb al de hele dag loop ik al te snotteren en mijn neusje snuit er constant. En loopneus en verschrikkelijk zeg. Hey. En ik dacht dat ik er echt vanaf was, want ik was in de vakantieperiode in Groenlo. Ben ik toch wel weer aardig opgeknapt. Maar ik ben nou, sinds vrijdag ben ik weer thuis en het is gewoon... Ik heb gewoon weer teruggekregen, die verkoudheid. Dus dat is wel balen. Nou, PSV heb ik ook nog een stukje van zitten kijken. Die had 3-0 of 4-0. Nee, 4-0 was het al. 4-0 verloren. Ik weet niet of het 4-0 gebleven is. Ik heb niet meer verder uitgekeken. Maar dat zie ik morgen wel. Maar Barcelona, ja, het is moeilijk... om daarvan te winnen. Zeker in Barcelona zelf, in Nou Camp, is het moeilijk. Barcelona is toch wel een ander graadje als ADO Den Haag afgelopen zondag, waar PSV gemakkelijk met 7-0 van gewonnen had. Dus het is niet makkelijk allemaal. Het is niet makkelijk. Het is niet niks. Hè? Het is niet niks. Hè? Zou Ramon zeggen. Dus ik ga hem zo neerleggen. Ik ga lekker naar mijn bedje toe. Ik ga lekker even tukkie doen. Ik ben wel toe aan een lekker slaapje. En dan ga ik morgen wel weer kijken. Als ik morgen wat heb, dan vlog ik het. Heb ik morgen niks, dan vlog ik niks. Dat vlogs elke dag waren. 2 weken lang. Wordt nou ook even minder. Ik ben nu natuurlijk weer aan het werk. En ik heb niet elke dag meer tijd om een vlog op te nemen. En ja, ik zou het wel kunnen doen eigenlijk. Het is eigenlijk, het is eigenlijk nog niet eens zozeer dat ik dat ik er niet de tijd voor heb. Maar ik heb gewoon niet elke dag wat te melden. Ik maak niet elke dag gekke dingen mee. Of dingen dat ik zeg van nou, dat zal ik posten. Gelukkig ook maar. Het is ook wel eens even lekker om een dag gewoon geen nieuws te hebben en gewoon lekker rustig de dag door te komen zonder dat er gekke dingen gebeuren of dingen gebeuren dat je zegt van nou, daar ga ik eens een vlog over maken. Aan de andere kant ook wel weer jammer, want als het een leuk iets is, kan je dat ook vloggen natuurlijk. Maar ja, als je een hele dag werkt, dan heb je niet echt dingen of zo dat je veel hebt om te vertellen en zo. Dus momenteel gaan de vlogs weer heel even op een klein lager pitje. In ieder geval zal ik wel 3 vlogs of zo per week opnemen. Maar nu met de vakantie zijn jullie natuurlijk verwend en hebben jullie elke dag een vlog gehad. Dus ik ga de vlogs weer eventjes wat minder achter elkaar snel uploaden. Omdat ik ook niet altijd wat te vertellen heb. Dus het maakt niet zoveel uit. Ik heb liever een vlog. Ja, ik maak liever eigenlijk een vlog. Dat jullie wat eraan hebben of zo. Wat leuk is. Dan dat ik elke keer een vlog maak. Met dezelfde standaardzinnen van... ik heb vandaag dat en dat gedaan. Nou ja, meer heb ik eigenlijk niet gedaan. Ik sluit de vlog af na 2 minuten of 1 minuut. Dat is gewoon niet haalbaar. Dus doe ik maar liever even wat minder vlogs maken dan dat ik veel vlogs maak en dat ik niks te vertellen heb elke dag. Schiet gewoon niet op. Dus vandaag.
Ja, ik heb niet altijd wat te melden, hè. Dat zal iedereen wel hebben. Nou, wat ben jij allemaal aan het doen, dribbel? Dribbel leg je lang uit op de grond voor me. Dus ja, ik heb verder ook niet echt veel meer te melden. Ik ga lekker slapen. Dat is eigenlijk het enige waar ik momenteel aan toe ben. Ik ben toe aan mijn nachtrust. Ik ben best wel moe. En ik ben toe aan mijn slaapje. Dus ik ga het hem neerleggen aan deze kant. Jongens, ik zou zeggen, vonden jullie deze vlog leuk? Het was even een kort vlog van 10 minuutjes. Maar goed, in ieder geval hebben jullie weer een vlogje. Vonden jullie deze vlog leuk? Doe even een duimpje de lucht in. Als je nog niet geabonneerd bent, abonneer natuurlijk op It's Ultrax. Momenteel 300... Nee, 407 abonnees. Nee, 402 abonnees. 402 abonnees. Ik moet even nadenken. 402 abonnees. Jongens, het kunnen er allemaal meer zijn, dus abonneer nou gewoon eventjes op mijn kanaal. Doe dat, zou ik hartstikke leuk vinden. En vergeet ook niet een duimpje de lucht in te doen. Ik bedank jullie allemaal voor het kijken. Als je geabonneerd trouwens bent, druk even op het belletje. En doe eventjes het dingetje aanvinken voor de notificaties. Dan worden jullie altijd op de hoogte gehouden. Als er weer een nieuwe video of livestream is. Ja, livestream is al een tijdje niet meer geweest. Maar ik zal binnenkort weer even een livestream gaan doen van GTA onder andere. Want ik wil toch wel weer GTA weer gaan spelen. Dus heel binnenkort kunnen jullie weer GTA verwachten. Goed nieuws voor de mensen die allemaal op mijn kanaal kijken voor de GTA. Binnenkort kom ik echt weer met een GTA stream. Jongens, allemaal bedankt. Ik ga het naar bed toe. Ik spreek jullie allemaal weer. Als ik weer wat te melden heb, dan maak ik wel weer een leuk vlogje. Of ik ga ergens naartoe. Dan maak ik weer een leuke vlog en dan horen jullie het wel weer. De groetjes allemaal en ik zou zeggen bye bye tot de volgende vlog. En bedankt allemaal voor het kijken. Doei!